vandaag. Want het is ook echt een bijzondere dag voor ons en eigenlijk met ons. We doen dat niet alleen onze medewerkers, de raadsleden, maar met name ook onze inwoners. Heel veel mensen zijn natuurlijk al best wel eens naar het gemeentehuis gekomen. Al bieden wij steeds vaker digitale diensten aan, waarbij het niet meer per se noodzakelijk is dat u hier naar dit mooie gemeentehuis op de Rink komt. Kortom, op alle mooie en soms ook trieste momenten in het leven zijn wij als gemeente er voor u en staan wij voor u klaar. We hadden al wat langer het gevoel dat we wat wilden laten doen om te laten zien dat wij de supporters van de lokale samenleving zijn, dat wij dienstverlening hoog in het vaandel hebben. Ja, en nu komen een aantal dingen samen. Onze medewerkers waren ontzettend enthousiast. Het is ook Burendag, dus we dachten van ja, behalve dat wij hier heel veel dingen regelen voor onze inwoners, is het ook zo dat wij van heel veel mensen buren zijn. En we dachten, we combineren dat. De koffie staat klaar en iedereen is welkom. We hadden gedacht, maar het is misschien een beetje te gaan. Kunnen jullie voor elkaar krijgen dat jullie zo opstellen dat jullie met z'n zevenen, allemaal. Iedere dorp heeft een dorpsraad en de voorzitter van de dorpsraad of de vicevoorzitter zoals ik ben, die zijn vandaag gevraagd om een lintje door te knippen om de open dag te openen. 3, 2, 1. 0 en nu is de dag open. De 7 linten die zijn bedacht omdat we eigenlijk hebben gezegd, de burgemeester is traditioneel de ceremoniële knipper. En die zei van, samen met het college, het is nou hartstikke leuk als inwoners de linten doorknippen en ons voorgaan in ons gemeentehuis. En toen hebben we de dorpsraad benaderd. En die wilde dat graag doen. En het gemeentebestuur volgt. Dat is hartstikke positief. Ik vind het wel leuk om eens te zien hoe dat het allemaal functioneert op het gemeentehuis. Ik vind het geweldig om eens een keer in het gemeentehuis rond te mogen lopen en te horen wat er allemaal te doen is. We hebben 10 onderwerpen gekozen en het is de bedoeling dat jullie als burgers van de gemeente zelf aangeven waar voor jullie de prioriteiten liggen. Waar jullie zeggen van nou, dan moet de gemeente echt geld in investeren. En je krijgt 5 muntjes, dus dan kun je daar op die manier duidelijk maken wat de speerpunten moeten zijn van de gemeente. Dus dat is de bedoeling. Wat je net gefilmd hebt, dat ging over de skatebaan. Wij vervullen wensen van mensen en niet alles wat wij doen, dat wordt alleen maar hier bedacht. Wij luisteren vooral heel erg naar de samenleving en wat daar leeft. De skatebaan, dat was een initiatief van 300 jongeren. Die hebben een petitie hier aangeboden en dat heeft indruk gemaakt. En de gemeente is daarmee aan de gang gegaan. Samen met die jongeren is er een skatebaan ontwikkeld, is bedacht. En het heeft eventjes geduurd. Maar nu achter het gemeentehuis ligt de skatebaan en je ziet ook dat er veel gebruik van wordt gemaakt. Ja.
Hier gaan we knutselen, een ambtsketen. En dat is de ketting die de burgemeester altijd om de nek heeft, die met hele mooie zilveren plaatjes. En de burgemeester gaat straks de ketting die gewonnen heeft, mag het kind zelf om haar nek hangen. Durf jij erom? Want burgemeester mag iedereen worden. Hè? Iedereen kan burgemeester worden. Je moet alleen wel, denk ik, 18 zijn. Hè? En kijk. Mooi, hè? Ja. Zie je dat er twee kanten aan zitten? Je kunt hem zo draaien. Kijk, draai maar eens zo. Weet je wat dit is? Dat is het wapen van ons koninkrijk. En als ik iets doe namens onze koning, dan moet ik zorgen dat die kant voor zit. En draai je maar weer om. En als ik er ben namens de gemeente Sint-Antonius, als burgemeester van Sint-Antonius, dan heb ik dat wapen. Oh, ik vind het wel leuk om eens te zien hoe dat is allemaal functioneert op het gemeentehuis. Ik vind het geweldig om eens een keer in het gemeentehuis rond te mogen lopen. En te horen wat er allemaal te doen is. Wij hebben Keukenbazen Battle 2017 gewonnen. En ons team heet Liefde voor het Eten. We hebben een plankje gemaakt met allemaal lekkere dingetjes erop. En ook heel veel gezonde dingen. Zoals een slaatje en vlees. En we hebben ook nog frietjes gemaakt van zelfgemaakte zoete aardappelen. Kun je zelf naar de winkel gaan en dan kun je zelf kiezen wat je gaat kopen. Van harte gefeliciteerd. We hebben echt zoveel mensen die hier binnen zijn komen kijken, die buiten zijn komen kijken. Mensen die lang gebleven zijn. Mensen die zeggen ik kom zeker nog een keer terug. Mensen die verbaasd zijn. Mensen die gewoon blij waren dat wij onze deuren opengezet hebben. Ja, ik ben enorm trots en enorm blij. En dat betekent dat wij onze doelstelling ruimschoots behaald hebben. Wij zijn de supporter van de lokale samenleving.